Hallo mensen, de recreant hier vanuit Nijenveen. Vandaag ga ik een run, dip, run doen. Dus eerst lopen, dan een plons en dan weer een stukje lopen. En aangezien het nu nog steeds een goede 30 graden is, gaan we niet te raar doen. We gaan gewoon een rustig tempo lopen. Een beetje een duur loopje. Een mooi loopje om dat duur weer een beetje op te bouwen in de benen. Ik loop nu bijna gemiddeld 6 minuten over de kilometer, dus echt rustig aan. Onderweg naar een mooi watertje hier, waar ik zeker even zou kunnen dippen. Even afkoelen. Hier naast mij ligt een zwemvijver en daar ga ik even heen. Zo mensen. Ik ben op een steiger aangekomen en ik ga zo meteen even rechtdoor en een lekkere plons maken. Ga je mee? Oké jongens, hier gaat hij. Zo mensen, onder water. Het is hier zo allemachtig mooi. Ik ga denk ik nog een keer kijken. Zo, dat is echt mooi mensen. Ik ga nog even bij die palen kijken hier.
zo mensen. Dat waren toch echt gigantisch mooie beelden van onder water. Ik hoop dat het er allemaal mooi op staat. Dat jullie thuis ook weer mee kunnen genieten. Dit was de dip. De plonzen. Was even lekker, even verkoelend. Nu gaan we bezig met mijn derde deel. Run. En daarna gaan we naar huis. Goed, we gaan verder. Lekker tempootje mensen, ongeveer 6 minuten over de kilometer, wil ik ook een beetje zo vasthouden. En voor de rest die dip, die was echt top, was een top dip. Misschien spotten we onderweg nog een ooievaar, dat vind ik ook altijd leuk. Ze zijn alweer aan het wegtrekken naar Afrika, je hebt altijd een populatie wat blijft. In Nederland of in andere landen, maar de trek is begonnen, want het is aardig rustig met ooievaars. Waar je normaal een hele bult met de velden ziet, het is nou leeg. Maar misschien, wie weet. Verder is het om met dit mooie weer te lopen, een beetje vroeg, een beetje wat later, natuurlijk niet op het heetst van de dag. Ja, ook dat kun je treffen tijdens een loopje waar je al weken of maanden van tevoren hebt ingeschreven. En dan is het in één keer knetterheet weer. En dan ben je misschien wel niet aan gewend, omdat je altijd 's ochtends vroeg gaat lopen. Of 's avonds laat, als het wat koeler is. Daarom is dit best wel oké om te doen, om je lichaam aan de warmte te laten wennen. Zodat je bij de start staat van je loopje en ze hebben in één keer hartstikke warm weer voorspeld, dan is je lichaam daar enigszins op voorbereid. En hoef je natuurlijk niet als een malle te lopen, tenzij je dat natuurlijk graag doet. Gewoon lekker relaxed. Laat het maar over je heen komen. Relax. Luisteren naar het fluisteren van je lichaam. Zegt je lichaam, dit is te gek, zak dan wat af. Minder tempo. Het is geen moeten. En dan dribbel je gewoon lekker verder. Goed hydrateren. Van tevoren. Tijdens.
maar ook naar. En dan komt het allemaal wel goed. Het zijn hier allemaal lange geasfalteerde paden tussen de landerijen door. Het zijn allemaal eigenlijk vierkantjes. Dus je kunt hier heel veel leuke combinaties lopen. En natuurlijk op zo'n lang pad als dit kun je perfect één lekker tempo lopen. Ik loop hier nu op een Mach 4 Supersonic. Op die keuze ben ik gekomen dat ik ver voor de marathon van Rotterdam een testdag heb gedaan of heb meegemaakt bij Hoka. En daar heb ik toen 35 kilometer gelopen op de Mach 4. En dat was echt een topschoen. Dus toen heb ik besloten om de marathon van Rotterdam op de Mach 4 te gaan lopen. Maar toen kwam de Supersonic uit. Beetje meer responsief dan de Mach 4. Dus ik ging een beetje een setje mee. Echt een super, super, super schoen. Maar goed, ik denk dat daar nu ongeveer alweer een 800 kilometer op zitten. En ja, ik heb ook nog een set Challengers thuis liggen. De Challenger ATR 6 voor het all-terrein gebeuren. En ik denk dat ik daar wel 2000 kilometer al op heb staan. Die blijven zo, zo lekker lopen. Maar eigenlijk moet ik ze vervangen. En dan zit er in Heerenveen een super mooie hardloopshop, de Lopers Company in Heerenveen, waar de eigenaar Sietse van der Meij heel veel mooie spulletjes heeft staan voor hardlopers, wandelaars, trailrunners, noem het op. Dus bij deze Sietse kom ik eerder even langs en dan gaan we eens even babbelen over een paar nieuwe schoenen. Maar nu nog even door. Ik lus er nog één blokje aan vast en dan zit ik lekker in de dubbele cijfers. Vind ik op zich niet zo belangrijk. Het gaat mij meer dat ik weer wat duur in de benen krijg.
Zo mensen, 15 kilometer afgeklokt met een duur van 1 uur en 43. Dus ik heb weer een duur van 1 uur en 43 minuten in mijn benen. En dat voelt super lekker. Laatste stukje, dan gaan we uitlopen naar wandelen toe. En dan zijn we weer thuis. Ja, zoals altijd. Ik hoop dat jullie van de beelden genieten. En geef een like. Commentaar geven mag ook. Opbouwende kritiek. Kom erop. Maar voor nu zeg ik, blijf fit, blijf gezond, blijf lekker je ding doen en tot de volgende keer.